Nou, mijn naam is Arjan Boer, ik ben slaatteler in Ridderkerk. Dat is samen met twee compagnons telen we onder glas op een 4 hectare slaasoort. Met z'n drie doen we dat. We telen Lolle Rossa, Lolle Bionda, Eikenblad en Salatrio. De sla die hier geproduceerd wordt, die gaat voor het overgrote deel voor export weg. Scandinavië, Duitsland, het Verre Oosten. Een gedeelte blijft ook in Nederland voor de supermarkten. Dat is dan met name de kluitsla, de Salatrio. Wij telen sla op een mobiel gotensysteem. Dat houdt in dat de sla staat in plantgaten in goten van 12 meter lang. Die goten bewegen door de kas heen. Als de sla klein is, liggen de goten ook tegen elkaar aan. Hebben ze minder ruimte nodig om te groeien. Naarmate de sla groter wordt, komt er tussen de goten een kleine ruimte. Zodat aan het eind dat de sla altijd voldoende ruimte heeft om te groeien. En doordat je vierkante meter benutting echt optimaal is, maximaal. Wij zijn destijds overgestapt op ledbelichting, doordat het bleek dat onder ledbelichting beter sla te telen was. De sla onder ledbelicht geteeld, de bladstructuur is sowieso dikker. Je hebt meer droge stof. En daardoor zit er ook meer smaak aan die sla. Die groeit toch compacter, beter en ook lekkerder op. Wij gebruiken op dit moment de ledlampen van Lemnis. Het bijzondere van die lamp is dat hij is watergekoeld. Daardoor kan je de warmte afvoeren en op een later tijdstip hergebruiken. De voordelen van ledbelichting zijn dat het energiezuinig is. De warmte kan afgevoerd worden bij dit systeem. Je kan een jaar rond telen, ook heel belangrijk. En de kwaliteit van de sla wordt beter. Dat zie je doordat je minder uitval hebt. De afnemers die zijn ook zeer te spreken over de kwaliteit die we op dit moment leveren. Want met name de kleur van de Lolle Rossa is veel beter. De belangrijkste verschillen tussen Sonté en ledbelichting is dat de sla onder ledbelichting groeit veel harder. De kwaliteit is veel beter. Je hebt een minder uitval. En daardoor ook minder arbeid is er nodig om de sla klaar te maken, schoon te maken. Ja, het is ook de combinatie van het tiltsysteem. Natuurlijk heel schoon, arbeidstechnisch klopt het. Heel weinig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en ledbelichting. Die combinatie bij elkaar, dat is het verhaal richting klant toe. Op dit moment kunnen we zeggen dat we het juiste systeem gebruiken. Maar we staan altijd open voor vernieuwingen. Kijken wel om ons heen wat er gebeurt. En we wachten ook met spanning op Lemnis op de volgende stap.